Hoeveel geheimen kun je hebben voor je echtgenoot? En hoe lastig is het om je vrouw te accepteren zoals ze is? Nou, die vragen worden opgeworpen in Brownian Movement, de nieuwe film van Nanook Leopold. Een gewaagde film en een van de weinige Nederlandse films die nu te zien is op het filmfestival in Berlijn. Het is een liefdesverhaal over een jong stel dat in een relatiecrisis terechtkomt wanneer de vrouw, die arts is, met een aantal van haar patiënten seksueel experimenteert. Hoe ontstaat zo'n verhaal in het hoofd van Nanook Leopold? Wat er aan de hand is, is dat ze een appartement heeft gehuurd waar haar familie verder niets van af weet. En daar nodigt ze patiënten uit, die ze dus uitzoekt op haar werk, om daar iets mee te doen. Ja, seks mee te hebben, maar ik weet niet, je ziet niet alles. Die mannen die zijn heel specifiek. De een is bijvoorbeeld heel erg behaard, de ander is heel dik, de ander is heel oud. Haar eigen man is een hele leuke man en een knappe man en ze heeft een goed huwelijk. En het was voor mij heel belangrijk om niet dat heel makkelijk te maken, dat overspel. Of dat onderzoek wat ze met die mannen doet, dat het niet iets is wat je meteen zelf ook snapt. Dat je denkt, oh, dat ja, tuurlijk. Het moet wel een bepaalde mate van extremiteit hebben, alleen maar om het ook moeilijker te maken voor haar man, om het te accepteren dat dat gebeurd is. Why didn't you just go to a hotel? How did you find that room anyway? All the preparations before you can even start. Het is een soort ding wat eigenlijk in al mijn films terugkomt, is een soort de rekbaarheid binnen de relatie, in hoeverre je van elkaar af kan dwalen. Tot het moment dat je denkt, nu gaat het echt stuk, en of je dan toch nog terug kan komen. I think I shouldn't be saying it. It only makes it worse. In dit verhaal specifiek gaat het voor mij heel erg over als er dingen zijn van je partner die je niet snapt, die je niet begrijpt, of je dat kan accepteren en of je dat kan vergeven, dat er dingen zijn die jij niet, die jij niet begrijpt. Max is a very handsome man and he's attractive and I want to touch Max always. That's almost automatic. It's. Do you mean you didn't really want to touch the other man? No. Yes. I mean yes, but it's different. It's a completely different sort of touching. It gives me an entirely different feeling. But when did you decide to rent a room? Ik wil eigenlijk emoties opwekken bij jou zonder dat ik scènes maak die in zichzelf emotioneel zijn en laten zien welke emotie jij moet hebben. Zoals dat je een klein kind gaat slaan en dat jij dat erg vindt ofzo. Of dat ik een mooie liefdescène met mooie muziek en dat jij daar een warme gevoelens bij krijgt. Ik wil de emoties opwekken door middel van de ruimtes te gebruiken. Dat je de plek waar de acteurs zijn laat spreken. En niet zozeer op het gezicht van de actrice laat zien of ze blij of niet blij is ofzo. Maar dat je meer dat gevoel kan creëren in de ruimte waarin zij staat. Of het een goed moment is of een slecht moment. En dat wil ik omdat ik denk dat dat een ander soort emotie teweeg zal brengen bij jou die dan, omdat je hem op de een manier zelf moet maken, dat hij ook beter blijft hangen. Look at me.